Hier staat Erik Priester. Mooi is dat, hè? Als je het over Erik Priester, ja, dan praat je natuurlijk bij over een man die vakmanschap hoog in het kaandel heeft staan, hè? En dan zie je, hij is weer voetig, mag je zeggen. Deze sterke man. Dat is geen Roodhuis. En dan moet je zeggen dat hij zo met de allerbeste internationale wielrenners meereed. En gaan we hier naar boven toe. Dat is heel erg duidelijk. Maar niet vandaag met Erik Priester. Ja, dat is natuurlijk een fenomeen. Als je kijkt naar Erik Priester. We hebben hier wat kalkoren staan. Het is natuurlijk ook wel. Daar heb je een beetje stil kunnen kijken. Hij is van die stralen. Het is echt hoor. Maar als je kijkt, hij werd winnaar in Hardenberg in de Obermeijer Cross. Hij was goed in de Ketelhaven, die 35 minuten op de 10. En zorgeloos. Ah, Arjan, de broer gaat komen, hè? Ja, haha, met de Erik Priester en Arjan Priester. En twee mannen uit de Polder, hè? Ja, en die kunnen we natuurlijk wel doen, hè? Hier op de vlakte van de Zeeburen. En daar is het een duur en sterren zo, maar twee keer, daar heb je de Erik op de kust. En die wordt aangevoerd. Hij staat niet meer in de buurt.